Wij staan als jonge generatie voor enorme uitdagingen. De wereldbevolking groeit, maar hoe kunnen we al die mensen blijven voeden? Aan de andere kant worden we in de westerse wereld juist te zwaar. Veel te zwaar. Dat klinkt allemaal erg deprimerend, maar gelukkig kunnen wij als jonge generatie die problemen nu en in de toekomst aanpakken. Zou jij dit ook willen? Dan is een opleiding aan de Wageningen University in Research een goed begin. Dus jij wil meer weten over de studies binnen voeding? Dan zit je hier goed. Ik neem je kort mee door de vier bacheloropleidingen die hieronder vallen, namelijk voeding en gezondheid, food technology, gezondheid en maatschappij en communicatie en life sciences. De studies lijken op elkaar, ze hebben namelijk allemaal te maken met voeding, maar er zijn ook verschillen. Hoe dat zit, laat ik je zien met een voorbeeld, de hamburger. Een hamburger zit vol met complexe koolhydraten en die worden in je lichaam, in je darmen, omgezet tot glucose. Glucose is dan weer een brandstof voor je lichaam, je hersenen en je spieren. Natuurlijk is dit een Jip en Janneke taal, maar in de bachelor Voeding en Gezondheid leer je hoe dit nu precies in elkaar steekt. Om te weten wat voeding met je lichaam doet, is het belangrijk dat je weet hoe je lichaam werkt. Je leert bijvoorbeeld over het hart, de nieren, de lever, het darmkanaal en over voeding. De macronutriënten, zoals vetten, eiwitten en koolhydraten. En over micronutriënten, over vitamines en mineralen, over hun chemische structuur, hun functie in het lichaam. En wat gebeurt er bijvoorbeeld als je ergens te veel of juist te weinig van binnenkrijgt? We kijken niet alleen naar het grote plaatje, maar zoomen ook in op celniveau, zelfs tot DNA. Even terug naar die hamburger. Die zou wel een tikje gezonder kunnen, toch? Bijvoorbeeld door de plantaardige burger te maken in plaats van eentje van vlees. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want wat voor ingrediënten hebben er bijvoorbeeld voldoende eiwitten om vlees te vervangen? Hoe zorg je dat zo'n burger een goede textuur heeft? En hoe maak je een burger veilig? En zorg je dat hij niet te snel beschimmelt? Dit en het hele productieproces daaromheen, met alle aspecten die daarbij komen kijken, leer je bij Food Technology. Super gaaf toch dat je zo een product kunt ontwikkelen en verbeteren. Van technisch gaan we over naar de sociaal-maatschappelijke hoek. Eten en drinken doe je niet alleen om je lichaam te laten functioneren. Ook je omgeving speelt een hele grote rol in de keuzes die je maakt. Denk maar eens aan hoe je in de supermarkt toch geneigd bent om dingen op ooghoogte te pakken. Dit heet een nudge. Het is eigenlijk een duwtje die je in een bepaalde richting stuurt. Nudging kun je ook heel positief inzetten. Er zijn steeds meer watertappunten bijvoorbeeld waar je gratis je flesje kunt vullen. En je ziet dat je omgeving dus eigenlijk heel veel invloed heeft op je gedrag. Bij de studie Gezondheid en Maatschappij kijken we naar hoe gezond is Nederland nu eigenlijk en hoe kunnen we de bevolking gezonder maken. Je kijkt dus eigenlijk door een sociaal-wetenschappelijke bril naar gezondheid, zonder witte jas. De hele dag krijgen mensen informatie bedoeld om ze ergens toe aan te zetten of juist van af te brengen. Gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken. Bij communicatie en life sciences leer je hoe je dit het beste kunt aanpakken. Maar je hebt het niet alleen over voeding. Ook over andere kwesties zoals verstedelijking of klimaatverandering. Het zijn vaak zulke ingewikkelde problemen dat het antwoord niet 1, 2, 3 klaar ligt. Betrokken partijen zijn het lang niet altijd met elkaar eens en mensen veranderen moeilijk hun gedrag. Binnen de studie Communicatie en Life Sciences leer je de schakel leggen tussen wetenschap en praktijk. En dat doe je met verschillende disciplines zoals sociale psychologie, sociologie, bestuurskunde en communicatiewetenschappen. Met een van deze voedingsstudies kun jij bijdragen aan oplossingen voor problemen waar we als jonge generatie nu mee te maken hebben of in de toekomst gaan hebben. Hoe vet is dat? Wil je nou meer informatie? Kijk dan op de website of bekijk een van de andere video's.